Welkom bij Telejak en welkom bij de eerste les van de cursus PC Privé, gepresenteerd door Jeroen Telen. Dag dames en heren. Zo'n anderhalf, misschien twee jaar geleden hebben velen van u een personal computer aangeschaft. Vaak gebeurde dat bij een zogenaamd PC-privé-project van de werkgever. Door de gezamenlijke aanschaf waren de PC's soms voordeliger en in heel veel gevallen legde het bedrijf er ook nog wat bij, omdat men het wel zag zitten dat u in uw eigen vrije tijd wat nader kennis maakte met het nieuwe gereedschap. Een aantal bedrijven stelden hun mensen in de gelegenheid om tegen geringe kosten een basiscursus te volgen, maar het merendeel van de werkgevers deed zelfs dat niet. Het gevolg was dat een groot aantal PC's weer in de doos verdween, of alleen maar voor wat spelletjes wordt gebruikt. En dat is natuurlijk zonde van uw investering, en daarom heeft Telejak besloten om voor u als PC-privégebruiker een cursus te maken waarin u leert hoe u met de PC kunt omgaan en wat u ermee kunt in privé-situaties. Deze serie heeft de toepasselijke titel PC Privé met als ondertitel een cursus voor MS-DOS-gebruikers. We hebben gekozen voor MS-DOS-systemen omdat meer dan 90% van de verkochte programmatuur onder dit zogenaamde operating system draait. Dit laatste is trouwens ook in de zakelijke werkomgeving het geval. En daarom is deze cursus ook heel interessant voor mensen die op hun werk gebruik maken van een PC en er wel eens wat meer van af willen weten. Al was het alleen maar om bijvoorbeeld niet voor elk wissewasje een beroep op een gespecialiseerde collega te hoeven doen. U krijgt direct meer informatie over de inhoud van deze cursus. Die bestaat uit 8 televisielessen, 9 radiolessen en een uitgebreid cursuspakket. Hier ziet u het pakket. Het bestaat uit een cursusboek met theorie en diskettes die een aantal toepassingsprogramma's bevatten. Natuurlijk hoort erbij een stap-voor-stap handleiding, zodat u direct aan de slag kunt. Dit programma werkt in kleur, in zwart-wit en in verschillende grafische modus, zoals u zo meteen zult zien. Verder treft u een mediagids in het pakket aan, waarin staat vermeld welke andere activiteiten er in het kader van deze cursus georganiseerd worden. Aan het eind van dit programma hoort u hoe u cursist kunt worden, maar nu eerst wat meer over de inhoud van deze serie. In de eerste les van deze cursus krijgt u een inleiding op de cursus en op MS-DOS. Allereerst wordt de computer zelf behandeld met bijbehorende randapparaten, als beeldscherm, toetsenbord, muis en printer. Zonder een besturingssysteem kan dit geheel niet werken. Daarom daarna meer informatie over MS-DOS en de daarmee uitvoerbare commando's. In de tweede les wordt MS-DOS verder behandeld en wordt de Telejak-software geïnstalleerd. In het DOS-gedeelte onder andere aandacht voor een aantal veel voorkomende commando's en hoe je met behulp van DOS bestanden geordend op schijf kunt zetten. Ook het maken van batchfiles wordt behandeld. In les 3, 3 onderwerpen. We laten zien hoe u probleemloos een muis installeert, hoe de Telejak-software op basisniveau werkt, en aan het einde van deze derde les maakt u kennis met de tekstverwerkingsmodule Word van het Telejak-programma. In les 4 gaan we verder met tekstverwerking en komt ook het gebruik van de desktop-publishing-module Publisher aan bod. Bij tekstverwerking worden allerlei specifieke zaken behandeld, als het onderstrepen, het cursief en vetdrukken, maar ook het verplaatsen van blokken tekst komt aan de orde. Desktop publishing leert u aan de hand van het maken van een menukaart waarin kolommen, bijzondere lettertypes en tekeningen verwerkt worden. In les 5 wordt aandacht besteed aan de database of gegevensbestandmodule Data. Hiermee wordt een uitgebreid adresbestand voor een vereniging gemaakt. Dit adresbestand wordt vervolgens gekoppeld aan een standaardbrief, het zogenaamde mail merge.
Naast dit voorbeeld treft u op de software nog andere gegevensbestanden aan. Onder andere voor een boeken-, platen- of cd-collectie. Het bijhouden van een sportwedstrijd, bijvoorbeeld de Tour de France. En een vlekkenwijzer. De lessen 6 en 7 gaan over cijfermatige toepassingen. Spreadsheets, in het Nederlands ook wel elektronische rekenvellen genoemd, spelen in die lessen een hoofdrol. Aan de hand van een prijslijst wordt voorgedaan hoe je zelf zo'n spreadsheet kunt maken en wat er allemaal mogelijk is. Extra spreadsheet treft u ook nog aan op de Teliac-software, waarbij voorbeelden zijn opgenomen van onder andere een hypotheekberekening en een autokostenberekening. Ook de grafische weergave van data- en spreadsheetgegevens wordt behandeld. Aan het eind van les 7 maken we nog een uitstapje naar een programma dat u niet op de Teliac-software aantreft. Hiermee kunnen huishoudelijke uitgaven gebudgeteerd worden. Les 8 gaat over datacommunicatie. Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan de installatie van een modem. Verder wordt uitgelegd hoe je met de Teliac-software module Link contact kunt leggen met andere computers. Bijvoorbeeld voor het raadplegen van databanken, het up- en downloaden van gegevens en het thuisbankieren. U heeft nu een idee van alle toepassingsgebieden die we in de cursus gaan behandelen. Behalve het budgetteringsprogramma en MS-DOS vindt u alle genoemde programma's terug op de bij de cursus geleverde diskettes. Hetzelfde geldt voor de getoonde voorbeelden, zoals de menukaart, het adressenbestand, de mailmerchbrief, de autokostenberekening en ook de hypotheekberekening. Maar voordat we met al deze programma's aan het werk gaan, is het belangrijk eerst een aantal hardwarezaken nog even op een rij te zetten. Voor de echte beginners onder u, onder hardware verstaan we simpel gezegd alle tastbare harde waar van het systeem. Dus de computer zelf, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis en natuurlijk niet te vergeten de printer. Onder software verstaan we niet tastbare zaken, zoals de beide computerbehorende programma's en ook MS-DOS. Het enige tastbare daaraan zijn deze diskettes waarop u de programma's koopt. Ook brieven, gegevensbestanden en berekeningen die u zelf maakt en op dit soort schijfjes opslaat, worden tot de software gerekend. Maar goed, nu eerst uit welke segmenten de hardware bestaat. We vertellen u hiervan alleen het hoogst noodzakelijke, dus wat u echt even moet weten. Dat is om de cursus zo praktisch mogelijk te houden. Hier ziet u een zogenaamde computerconfiguratie, bestaande uit een beeldscherm, een systeemkast, een toetsenbord, een muis en een printer. Het belangrijkste onderdeel is de zogenaamde systeemkast. Hierin bevinden zich functioneel gezien drie eenheden. De computer, verschillende geheugens en een deel dat de aansluitingen met toetsenbord, beeldscherm, muis en printer verzorgt. Na het verwijderen van de kap van deze kast worden deze verschillende elektronische componenten zichtbaar. Het belangrijkste onderdeel, het zogenaamde moederbord, is omdat het onderin zit het minst zichtbaar. Hier ziet u een los exemplaar van dit moederbord, waarvan deze microprocessor of chip het belangrijkste onderdeel is. Deze processor bestuurt het geheel en verzorgt al het rekenwerk. Samen met nog een paar chips is dit het hart van de computer. Ook heel belangrijk zijn deze rijtjes met identieke chips. Deze vormen het interne geheugen van de computer. We onderscheiden daarbij twee soorten geheugens, het ROM- en het RAM-geheugen. RAM staat voor Random Access Memory, hetgeen zoveel wil zeggen als willekeurig toegankelijk geheugen. De gebruiker kan ermee doen en laten wat hij wil. Programma's, teksten en gegevens worden er tijdens het werken met de PC tijdelijk in opgeslagen. Wordt de computer uitgezet of wordt de stroom onderbroken, dan verdwijnen deze gegevens automatisch uit het RAM-geheugen. Dat is niet het geval bij het ROM-geheugen. Hierin zitten gegevens vast opgeslagen. Daar heeft de computerfabrikant voor gezorgd. Elke keer als de computer start, heeft hij dit geheugen nodig om op de juiste manier op te starten en contact te maken met de randapparatuur. ROM staat dan ook voor Read-only memory, en dat betekent uitsluitend leesbaar geheugen.
Nu zou het niet zo best zijn als de computer alleen maar over deze beide geheugens zou beschikken. Want al onze gegevens zouden bij het uitzetten van de computer verloren gaan. Daarom is er ook nog het zogenaamde externe geheugen. Meestal is dit een magnetisch schijfgeheugen. Afhankelijk van het systeem bestaat het uit een zogenaamde harddisk, die meestal in de kast is ingebouwd. Hierop kunnen de gegevens bewaard worden. Maar het kan ook zijn dat de computer over één of meerdere zogenaamde disk drives beschikt. Dan worden de diskettes die daarin beschreven worden als extern geheugen beschouwd. Beide systemen worden in deze cursus behandeld. Gaan we nog even verder met onze excursie door de systeemkast, dan zien we daarin nog allerlei zogenaamde insteekkaarten. Deze kaarten kunnen extra RAM-geheugen bevatten, maar ook aansturingskaarten zijn, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde videokaart voor het beeldscherm. Naast deze kaarten zitten vaak ook nog een aantal lege ruimtes, de zogenaamde vrije slots. In zo'n ruimte kunnen later kaarten voor speciale toepassingen gestoken worden. Kijken we vervolgens nog even naar de achterkant van de systeemkast, dan zien we daar standaard een aantal aansluitingen. Deze zijn voornamelijk bestemd voor het contact met de randapparatuur. Zo is er een zogenaamde seriële poort, herkenbaar aan 9 of 25 pennetjes, waar bijvoorbeeld de muis op kan. En een parallelle poort met 25 gaatjes waar een printer op aangesloten kan worden. Ook zitten op de achterkant aansluitpunten voor het beeldscherm en bijvoorbeeld de netvoeding. Dan gaan we nu het beeldscherm wat nader bekijken. Het is het medium waarmee de computer met de gebruiker kan communiceren. Je ziet erop welke opdrachten je de computer geeft, of bij gebruiksprogramma's welke teksten of cijfers je invoert. Beeldschermen zijn er in vele soorten en maten, maar de meest gangbare zijn diagonaal gemeten 30 à 35 centimeter. Bij ieder beeldscherm hoort een videokaart waarop verschillende normen van toepassing zijn. Deze normen hebben te maken met de hoeveelheid beeldpunten waaruit het beeld is opgebouwd, de zogenaamde pixels, en het gebruik van kleur. Er zijn heel wat videokaarten in de handel. In het cursusboek vindt u een beschrijvend overzicht. In PC-privé-projecten zijn onder andere de Hercules-kaart voor monochrome schermen en de EGA-kaart voor monochroom en kleur zeer populair gebleken. Ook de CGA-kaart is veel gebruikt. Al deze kaarten werken probleemloos met het softwareprogramma van deze cursus. Nog een onmisbaar computeronderdeel is het toetsenbord. In Nederland maken we gebruik van het zogenaamde QWERTY-model. Deze letterreeks slaat op de eerste lettertoetsen linksboven. Soms wil de computer bij installatie van een programma daarover wat informatie hebben. Want in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, maakt men gebruik van een andere toetsenbordindeling. Naast de gewone schrijfmachine-toetsen zitten er op een computertoetsenbord nog heel wat andere toetsen. Op ieder toetsenbord komen ze voor, alleen soms afhankelijk van het type computer op wat andere plaatsen. Omdat we straks MS-DOS gaan behandelen, laten we zien wat ze in samenhang met dit besturingsprogramma doen. De functie kan namelijk per programma verschillen. Allereerst de Escape-toets, meestal afgekort tot ESC. To escape is het Engelse woord voor ontsnappen. En u raadt het al, hiermee kun je bij DOS bijvoorbeeld een commando afbreken. Typen we bijvoorbeeld DIR, het DOS-commando voor laat me de inhoudsopgave van mijn diskette of harddisk eens even zien, en je hebt daar spijt van, dan druk je op de escape-toets. De computer reageert onmiddellijk met een achterwaarts gericht schuin streepje, een zogenaamde backslash. En de cursor springt naar de volgende zin waar je een ander commando kunt invoeren. Bijvoorbeeld, type bestand 1. Maak je daarin een fout, dan kun je dat ongedaan maken met de backspace-toets. Hiermee springt de cursor steeds één teken naar links en verwijdert daarbij de ingetypte tekens. U begrijpt dat bij lange commando's de escape-toets sneller werkt. Een volgende toets is de tab- of tabulatortoets. Deze komt op de schrijfmachine ook voor. Het is de toets die als sprongtoets wordt gebruikt. Ook
ook bekend van de schrijfmachine is de caps lock toets. Hiermee kunnen alle letters van een commando, kapitaal, dus als hoofdletters ingetypt worden. Bij DOS-commando's maakt het overigens niet uit of u kleine of hoofdletters gebruikt. Als deze caps lock wordt aangezet, gaat er elders op het toetsenbord een lampje branden. Met de shift-toets, die tweemaal op het toetsenbord voorkomt, kan een enkele hoofdletter ingetoetst worden. Zoals bijvoorbeeld een hoofdletter aan het begin van een zin. Een heel belangrijke toets is de control-toets, meestal afgekort tot CTRL. Deze wordt in het algemeen gebruikt in combinatie met een andere toets, bijvoorbeeld een letter. Control betekent besturen. Je kunt er dus als het ware opdrachten mee geven. Druk je deze control-toets bijvoorbeeld na een DOS-commando samen met een C in, dan wordt het commando onmiddellijk afgebroken. Er verschijnt een dakje. Dat is het computerteken voor de control-toets. En de C staat voor cancel, hetgeen afbreken betekent. Nog een heel belangrijke toets is de enter- of return-toets. Hiermee bevestig je commando's die je aan DOS gegeven hebt. Sla je deze toets bijvoorbeeld na het commando dir aan, dan krijg je de volledige inhoudsopgave van de betreffende schijf op het scherm. Bij tekstverwerking ga je met deze toets uiteraard naar een volgende regel of alinea. Vind je overigens de opgave van de directory te snel voorbij flitsen, dan kun je deze stoppen met de pauzetoets. Maar zoals we straks zullen zien, kun je dat ook anders doen. Met de printscreen-toets kun je alles wat op het beeldscherm staat afdrukken. Staat er bijvoorbeeld een directory op het scherm, dan wordt deze met printscreen keurig afgedrukt. Verder treffen we op het toetsenbord nog 4 cursorbesturingstoetsen aan. Hiermee kun je bijvoorbeeld in tekstverwerking de cursor naar links, naar onder, naar boven en naar rechts sturen. Bij DOS werken alleen de toetsen naar links en naar rechts. Naar rechts laat hij stuk voor stuk de letters van het vorige commando zien en naar links wist hij tekens. Dan heeft ieder toetsenbord nog een hele rij met functietoetsen. Soms zijn dit er 10, soms 12. Ze worden F1, F2, F3 enzovoort genoemd. Bij DOS hebben onder andere F1 en F3 een functie. F1 laat het laatst ingevoerde commando letter voor letter zien. En bij F3 staat het in 1 keer op het scherm. Tot zover de toetsen die bij DOS een uitgesproken functie hebben. Maar er zijn er nog meer. Zo is er rechts op het toetsenbord een numeriek gedeelte voor cijfermatige toepassingen. Handig voor snelle invoer van getallen. Dit gedeelte wordt geactiveerd door de numlock-toets in te drukken. Ook hierbij gaat weer een lampje branden. Verder treft u vaak midden op het toetsenbord nog een eilandje aan, met achtereenvolgens de insert-toets om letters of teksten bij tekstverwerking tussen te voegen, de delete- of wist-toets om tekst weg te halen, de home-toets om bijvoorbeeld naar het begin van een zin te gaan, de end-toets om naar het einde van een zin te gaan en vervolgens de page-up-toets om een pagina in het document terug te bladeren en de page-down-toets om een pagina verder te gaan. Tot slot treffen we meestal aan weerskanten van de spatiebalk nog de Alt-toets aan. Die wordt heel vaak gebruikt om accenten in tekstverwerking aan te brengen. Niet helemaal onmisbaar, maar wel heel erg handig is het volgende invoerapparaat. De muis. Het is een klein kunststof doosje met aan de onderkant een rubber kogel. Als deze kogel over een hard oppervlak wordt bewogen, wordt deze beweging doorgegeven aan de computer. En zo kan bijvoorbeeld de cursor over het scherm bewogen worden, of kunnen zaken op het scherm worden aangewezen of geselecteerd. Daarvoor moet dan wel een van de 2 of 3 knoppen die bovenop de muis zitten ingeklikt worden. Het Teliac-softwareprogramma kan ook gebruik maken van een muis. Op het aansluiten en het gebruik van de muis komen we in de 3e les terug. Dan zijn we nu toe aan het laatste randapparaat van dit overzicht, de printer. Er zijn veel soorten printers, maar omdat in PC-privéprojecten meestal een matrixprinter is bijgeleverd, zal deze in deze cursus een hoofdrol spelen. De printkop van zo'n printer gaat langs het papier heen en weer en brengt daarbij met behulp van een aantal naaldjes puntjes op papier.
Deze puntjes worden door de aansturing van de computer volgens een bepaald letter- of cijferpatroon, een matrix, geprint. Daarom spreken we dus ook van een matrixprinter. Wij laten nu de hardware voor wat ze is en gaan over naar de software. Een heel belangrijk softwareprogramma is MS-DOS, bij sommige computers PC-DOS genoemd. Dit is het besturingsprogramma van de computer. Zonder dit programma kan de computer totaal niets beginnen. Het zorgt gedeeltelijk voor de communicatie binnenin de computer, het bestandsbeheer en voert ook opdrachten uit van de gebruiker, zoals DIR. De naam MS-DOS kun je als volgt verklaren. MS is een merknaam en de letters OS staan voor Operating System. Omdat daarbij veelvuldig een beroep op de harddisk of disketters gedaan wordt, is de letter D aan het woord toegevoegd, dus Disk Operating System. Als de computer aangezet is, gaat hij aan het werk. Ook al zit er nog geen DOS-schijf in een van de disk drives. Hij verricht een aantal handelingen die nodig zijn om alle in- en uitvoer tussen geheugen en andere apparatuur te kunnen besturen. De gegevens hiervoor haalt hij uit het zo even besproken ROM-geheugen. Is DOS niet geladen, dan kan hij verder niets meer. Hij zegt dat een belangrijk DOS-bestand, namelijk de command-com, niet kan worden geladen. Plaatsen we nu de DOS-schijf in disk drive A en starten opnieuw, dan laat hij automatisch die gegevens die nodig zijn. In veel gevallen komt hij dan eerst met de vraag of de datum en de tijd in orde zijn. Is dit correct op het scherm aangegeven, dan kan dit met een simpele druk op de Enter-toets bevestigd worden. Daarna laat hij even weten van welke soort computer en welke versie van DOS we gebruik maken. Vervolgens verschijnt er een A'tje met daarachter een groter dan-teken en een knipperend streepje, de cursor. Hiermee geeft de computer aan dat drive A actief is en met de knipperende cursor vraagt hij eigenlijk of je hem even wilt laten weten wat je nu verder wilt. Nu willen wij iets heel bijzonders, namelijk het een en ander voor u wat leesbaarder maken. En dat doen we met het DOS-commando mode spatie 40. Daarmee geven we de computer aan dat we 40 tekens op een regel willen hebben en niet de standaard 80. Na de return komt een heel wat beter leesbare A tevoorschijn. Deze A staat, zoals gezegd, voor de actieve disk drive. Maar we kunnen ook B actief maken als we die disk drive hebben. We typen dan simpelweg B dubbele punt en drukken op de return toets. De A verandert in een B. Zo kun je ook een eventuele harde schijf actief maken door achter de B, of natuurlijk de A, C dubbele punt in te tikken en een return te geven. Zo'n harde schijf wordt namelijk meestal C genoemd. We gaan weer even terug naar de A-drive, omdat we wel eens willen weten wat er allemaal op de DOS-schijf staat die we er net ingestopt hebben. We tikken DIR, geven een return en u ziet, er schiet een enorme lijst, de inhoudsopgave, voorbij. Dat gaat veel te vlug om het goed te kunnen bekijken. Daarom tikken we DIR schuinstreepje P in. P staat voor page of pagina. En zo'n extra toevoeging aan een DOS-commando heet een parameter. Geven we nu een return, dan laat de computer steeds een pagina van de lijst zien en vraagt of je op een willekeurige toets wil drukken als je de volgende pagina wilt zien. Is dat gebeurd, dan verschijnt het A'tje weer en de cursor wacht op een volgend commando. We geven nog een keer een dir p, want we willen de lijst met DOS-bestanden nog even aan u laten zien. Want daar valt nog wel iets over te vertellen. In de eerste kolom zie je allerlei namen, zoals command, config, ANSI, etc. Dat zijn namen van bestanden of programma's die bij MS-DOS horen. Daarachter staan in de volgende kolom overal drie letters. Deze drie letters worden bij bestandsnamen extensies genoemd. En dat brengt ons meteen op een heel belangrijke spelregel van DOS, namelijk dat bestandsnamen, zoals in de eerste kolom, niet meer dan 8 tekens mogen hebben en extensies niet meer dan 3. Bij het geven van bestandsnamen moet u daar altijd rekening mee houden. Dit was even terzijde, want over de directory valt nog wel wat meer te vertellen. Naast de extensies staan namelijk getallen.
Dat is de hoeveelheid bytes die het bestand of programma in beslag neemt. En daarnaast de datum en de tijd waarop dit bestand aangemaakt is. Vandaar ook dat de computer u bij iedere start even vraagt datum en tijd te controleren. Kijken we nog even naar de lijst van bestanden, dan zien we naast de namen een aantal verschillende extensies staan. Bijvoorbeeld exe. Dat wil zeggen dat dit een programma is waarmee bepaalde handelingen uitgevoerd kunnen worden. Het is een zogenaamd execute file. Ook zien we com. Dat wil zeggen dat met behulp hiervan bepaalde commando's gegeven kunnen worden. En staat er sys, dan wil dat zeggen dat hierin gegevens over de samenstelling van het computersysteem staan opgeslagen. Nu is het allerbelangrijkste programma dat u in deze lijst aantreft de commandcom. Want zonder deze commandcom kan de computer, zoals we net al zagen, absoluut niet werken. DOS kent heel veel commando's en ieder commando is eigenlijk een klein programmaatje. Doordat sommige erg vaak voorkomen, zoals bijvoorbeeld dir, zijn deze als het ware in één programma samengevoegd onder de naam commandcom. De programmaatjes die erin zitten worden dan ook de interne programma's van DOS genoemd. In tegenstelling tot de rest van de lijst, dat zijn de externe programma's van DOS. De interne programma's zijn na het opstarten van DOS altijd aanwezig. De andere moeten apart van schijf gehaald worden. We zullen u een paar interne commando's laten zien. We maken eerst het scherm leeg door het commando CLS, dat betekent clear screen, in te typen en een return te geven. Met het commando time kun je de tijd opvragen. Is die niet in orde, dan verbeter je hem op precies dezelfde manier als de zin erboven getypt is. Zo kun je ook de datum opvragen. Het commando is dan date. Ondanks het feit dat DOS ons in het Nederlands toespreekt, kun je in dit geval niet het commando datum geven. Het programma accepteert uitsluitend Engelstalige commando's. Tik je wel datum in, dan zegt hij dat de opdracht onjuist is. Ook dir is een intern commando. Je kunt er niet alleen de inhoudsopgave van de actieve drive mee krijgen, maar door dir spatie b dubbele punt in te typen, wordt de directory van de andere schijf zichtbaar. Dit waren dan wat heel simpele interne commando's van MS-DOS. Ik zou zeggen, oefen er deze week maar eens mee en mocht de computer erbij vastlopen, dan kunt u hem herstarten door Ctrl, Alt en Del tegelijk in te drukken. In de volgende les gaan we verder met deze DOS-commando's. En zometeen hoort u ook nog wat u in de radioles van deze week verwachten kunt. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. We'll be right back.